de pistoolpen. Zuiver, clipje, veer. Wat je dan doet is ook zand op de vingers. Nou, dat haal je op. Dat veeg je alles. Shirt af. En dan haal je er lang voorzichtig af. Je moet altijd druk, want dan heb je krasjes. Niemand heeft krasjes. Nou, wel als je moet naar de uitlaat. Dat is vanzelfsprekend. Dus dat betekent dat hier mijn clipje in moet. Dan pakken we de punt aan. En tief het clipje erin. Ik heb nog nooit zo'n clip, een pistoolpenclipje moeten doen. Wat dat nu betekent, is dat we zuiver naar boven gaan schoonmaken. Dan kijken of er zand op zit. Nee, er zit geen zand op. Dan kunnen we nu de pistoolpenclip open gaan maken. Wat we dan doen is... open. Ja, ik heb een hoesje. Wat we dan doen is pakken de drijfstang, trekken we omhoog en staat op zijn hoogste puntje. Staat er naar beneden zak. En dan monteren wij de pistool binnen. Pak je de tang. En zo. Schuif je hem als het ware er helemaal in. Even een vergelijking. Nou, hier is een heel verschil. Ik vind het toppie. Ik vind het echt heel mooi. Je doet het ongeluk een klein beetje vallen. En zo zit je hem door. Zo. Pak je nu. Het beste is om een klopje te pakken op dit moment, aangezien echt serieus al kutwerk dit is. Dus ik pak even een propje en dan doen we hierin. Voor de zekerheid, mocht er wat inflikkeren, ja, dan hoort ik bang. Want ik ben alles. Film je? Oké, wat we nu doen is we gaan het tweede pistoolpijnclipje erin zetten. Nou. Ik vertrouw in mezelf. Oeh. Klaar. Hij zit. Nou, dan check je of hij goed vast zit. En ja, hij zit erop. Je weet altijd als hij erop zit, als hij goed geklikt zit. Dan gaan we nu even laten zien hoe hij erin zit. En hij zit precies in het innammetje. Focus cameraatje. Ja, hij zit in het innammetje, zoals je ziet. Helemaal mooi. Wat we nu dan doen, we halen de kop, die kunnen we eruit halen. Maak de zijkant een beetje schoon. De enige restantjes kunnen we van pakken kunnen er nog op zitten. En dan gaan we nu de tapeentjes maar installeren in de cilinder. Nog een beetje kopervet erop. Nee, dat is niet. Wat ik nog steeds niet weet, volgens mij moeten. Ja, de lange eindjes moeten altijd erin en de korte uiteindelijk eruit. Zo heb ik dat geleerd. Dus dat gaan we nu doen bij de cilinder. Nou, zuigen. Helaas, het is niet goed gegaan. Huh? Is het goed zo? Oké. My
zie je een beetje zand dat erop zit. Dus... We kunnen iets verder en hij zit. Mooi. Dit is hier zo. En dan pakken we nu de kopbouten. En we gaan hem als eerste even de voet opdrukken. En dan gaan we kijken of de, leggen we de kop er los op en dan gaan we kijken of de zuiger de kop raakt. Dus wij gezegd dat we hem kunnen monteren zonder andere slinderkop, maar ik heb mijn twijfels erover. Ik wil voor de zekerheid weten. Niet dat hij een klap krijgt van de stickers. Ja, nu zit hij. Dit is het meest hoogste punt waar ik op kan krijgen. Nou, mooi. Slinderkop. Zo op, zo zat hij. Moet zonder pakken. En ja, hij komt er niet tegenaan. Helemaal toppie. We kunnen er nu. Nou, hij kan eigenlijk gewoon erop nu. De pakking pakken we dan. We pakken de pakking dan. En de vier boutjes die daar liggen. De vier lange tellen. Tot zien. En dat er twee. Nu wat hier de bedoeling van is. Of ze uit elkaar moeten. Ze lijken niet uit elkaar te moeten. Nee, dat moet ik niet uit. Als ik ze niet uit elkaar krijg, moet ik ze ook meestal niet uit. Oké, dan pakken we nu de kopjes, de kopbouten. Nummer 1. Nummer 3. Nog een beetje omhoog. Zo, die zit. Dan pakken we nu het verlengstukje die hier nog gaat zitten. En dan draaien we gewoon aan. Eentje. Rustig met de hand. Zo, Nou. Ik heb net de kopbout vastgebruikt. Ik vind het echt helemaal mooi. Wat we nu gaan doen is, we gaan de
vriendelijk op vastdraaien. Heel klein beetje is het daar. Dus daar, die eerst, eerst die, dan die, dan die, en dan die. Zie je dit? Dan die. Dan die. Deze kan nog een stukje door eigenlijk. Zie ik nu pas. Dan die. Dan die. Dan die. Die. Dan die. Eigenlijk moet dit op moment, maar ik weet het moment niet, dus die ga ik nu even opzoeken. Nou. In ieder geval, ik heb een slinger op Newton even niet kunnen vinden. Dus ik ga het nu gewoon maar op hand vastdraaien. En dan zie ik wel hoe vast het komt en wanneer het breekt. Deze. Een paar keer zo. En die. En deze. Oeh. En deze. Oeh. Dan voel je even. Is het goed, denk je? Denk je dit hoor? Oh, kut, gaat die vaker terug. Ah, ik zit gewoon zien. Nou. We gaan nu. Koelkappen monteren. Ja, we gaan de koelkappen. Ja. Ja, de koelkap. Ja, ik ben nu mijn vriendin aan het zien te kleden. Met ja, Vlaams accent. Ja. Echt 40 keer. Nee, of toch wel met filmen. De koelkap. Laat maar, ga meteen. Uit of geen Oké, ik mag de tweede koelkast. En gereedschap.
4 aan mij of als het niet lukt of zo. Stop met oma. Sorry. Serieus nemen, als ik niet erg ben. Zo schattig. Altijd lekker. Mis dit voor altijd. Goal van Opa. Goal van Mieke. Goal van Mieke. Goal van Mieke. Goal van Boy.